Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Drumpraat. Mijn gast van vandaag is een Nederlandse percussionist. Vanuit Brabant trok hij naar Amsterdam op jonge leeftijd en bouwde aan een fantastische mooie carrière. Werkte met nationale en internationale artiesten en organiseerde het een en ander. Mijn gast van vandaag is dan ook niemand minder dan de percussionist Jeroen de Rijk. Hey Jeroen, ik ben echt ontzettend blij dat je er bent. Leuk, ja, ik ook. In deze nieuwe aflevering van Drumpraat. Ja, ik was een stukje rijden, maar... Ja, nou het werd tijd. Afsluitdijk, zonnetje erop, mooi ritje, dus ja, hè? Laten we maar lekker gaan lullen en spelen. Ik vertelde net in de aankondiging, je bent op jonge leeftijd verhuisd naar Amsterdam. Ja. Dus dat betekent ook dat je natuurlijk ook in jouw rijke carrière ook ontzettend veel hebt mogen doen. Ja. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld vroeger, jaren 80, ja, 90, in vergelijking met hoe je nu werkt, wat zou het grootste verschil zijn? Is er überhaupt een verschil? Nou, in mijn alledaagse praktijk is het grootste verschil de home studio. Dus dat waar ik in de jaren 80 met de auto naar allerlei studio's begon te rijden voor kinderen, Rob de Nijs, Piet Veerman, weet ik het allemaal, is nu 90% van de sessies die ik doe ik thuis. Dus mensen sturen tracks op en dan heb je een settler. Nou, dat snappen de meeste mensen denk ik wel. Microfoons en Logic en zo. En dat je... Dus dat is denk ik in alledaags praktische zin het grootste verschil. Ja, en verder is er een heel groot verschil in hoe ik inmiddels tegen allerlei dingen aankijk. Een van de belangrijkste dingen is dat door al die... Het is niet drie keer in de week iets heel groots, maar toch er zijn soms heel grote dingen gebeurd. En bij herhalingen, dat je weet dat allemaal, dan is het 11 uur en dan is het weer voorbij. Dus dat je soms maanden met een concert of week aan het repeteren bent, of die je erop verheugt of het voorbereiden, of weet ik veel. En dat je nog beter weet, of doorvoelt eigenlijk, dat je dat het dan 11 uur, dat het alweer gebeurd is voordat je er erg in hebt. Ja. En dan op naar het volgende. Ja, dat het helemaal niet zoveel zin heeft om daar super op te fixeren. Dat het gewoon nog steeds muziek is wat je zo graag doet. Dus het is tegelijkertijd minder druk, terwijl het net zo belangrijk is. Ja. En dat is prettig. Maar je werkt veel in je home studio, zeg je net. Is dat, beperkt dat zich tot Nederland of heb je veel internationale opdrachten? Nou, dat, 2 weken geleden was het muziek voor een kinderserie in Los Angeles. Waar we misschien nog over komen te spreken, mijn IJslandse vrienden, die me af en toe nu een track toesturen, waar ik voorheen in de 80 jaar in Londen, met ze voort hebben het over, dus in Londen in de studio's dingen heb ingespeeld voor ze. Het gaat nu ook naar IJsland. Ik heb net een track ingespeeld voor een vriendje, een Nederlandse jongen die in Australië woont. Maar of het nou dus naar Friesland gaat, of naar Australië, of naar een studiootje om de hoek in Amsterdam, dat maakt helemaal geen zak uit. Ja. Het heet WeTransfer. En het is weg. Ja. En dat is alleen maar heerlijk. Ja. Hè? En wat vorige zomer gebeurde, dat is dan wel opschepperij. Maar er was een project tussen Holland en Amerika, als in Los Angeles. Mijn vriendje Jimmy Heslip was daar ook bij betrokken, maar ook Peter Erskine. En dan speel ik thuis iets in en hoor ik ineens Peter Erskine op mijn koptelefoon. Hmm. Ja, dan knijp ik wel weer even in mijn armen van... dan zit je gewoon in Amsterdam-Oost in je eigen studio. En dan hoor je even je allergrootste helden hoor je spelen. En dat had logistiek, financieel, hoe je het allemaal draait of keert, dat had niet echt denkbaar geweest. Als je niet zo makkelijk files over een wereld kunnen sturen. Hè? Maar voor een Aupingberg commercial is het logistiek verder precies hetzelfde natuurlijk. Ja. Hè? Dus dank God voor het internet dan toch in deze. Ja. Maar je hebt natuurlijk met ontzettend veel mensen mogen werken. Ja. Gaan we zo even verder over praten. Ik wil dingen weten over hoe je dingen benadert. Wat je hebt meegemaakt. En, ja, graag. Leuk. En wat je gevoel daarbij is. Dus laten we zeggen, we gaan naar hiernaast. Ja. Bij ons instrumenten. En dan gaan we verder kletsen. Ja, dan gaan we tussen de trommels verder lullen. Oké, gaan we beginnen. Hey Jeroen, daar zitten we. Ja man. In Studio Giekerk. En nogmaals, ben super blij dat je er bent. Een mooie set heb je bij. Een mooie congas. Meinl, al 10 jaar. Deze maand is het 10 jaar dat ik een busje vol met dit soort spullen uit het mooie Gutenstetten zag aankomen. En dan speel ik met veel plezier op deze waanzinnig mooie spullen. Ja. Ja. Hey, ik vertelde net, je bent jong, 19 was je toen je naar Amsterdam ging. Er is veel gebeurd. Want je bent inmiddels, mag ik het zeggen, 60. Ja.
heb het al gedaan. Maar ja, als ik jouw cv bekijk, dan, nou, dan heb je wel in ieder geval reden om trots te zijn. Je hebt mooie dingen gedaan. Met prachtige muzikanten en acts mogen werken. En een tijd gehad met mezzo forte. Ja. Hoe zat dat in die tijd? Een cruciale tijd. Hoe ben je daarbij gekomen? Ik speelde met een Surinaamse band, Solat genaamd. Ja. Eddie Veldman op drums, ook een grote bekendheid natuurlijk in ons land en terecht. Funkbandje, zeg ik maar even oneerbiedig. In het voorprogramma van een IJslandse band die toen een hit hadden. Garden Party. En die IJslanders die kwamen in Amsterdam de percussionist tegen die ze zochten. En die ze in IJsland niet hadden. Echt niet hadden. Niet zes wel, maar niet goed genoeg. Gewoon geen percussionist als in. En zij hadden ook met Londense studio muzikanten en met een percussionist daar ook gewerkt. Maar die waren dan weer te duur om mee te nemen op tournee. En toen is er contact ontstaan. En ik was ook van een fusion signature. Dus ik luisterde al naar George Duke en naar Yellow Jackets. En naar Earth in the Fire en naar Spyro Gyra. En wat er allemaal, wat niet meer. Dus toen is nog wel het grappige verhaal. Dat ik na het optreden met ze gesproken en heel toevallig wat gedronken heb. Want dat doen ze verder in IJsland helemaal niet zoveel. Dat drinken, dat valt wel mee. Mm. Wat een gelul is, want ze zopen zich helemaal gek daar natuurlijk. En toen zei ze, ja nee, want we gaan volgend in Japan en we gaan nog dit en we gaan nog dat zo, zo, zo. En we spelen in december in Ronnie Scott's Jazz Club in Londen. Dit was september ongeveer, oktober. En dan zou je een week met ons mee kunnen spelen daar en dan weten we of het gaat werken, ja of nee. En toen was het eind november, had ik niks gehoord. Heb ik het telefoonnummer op de LP heb ik opgesnord, ben ik naar Engeland gaan bellen. Uiteindelijk iemand van hun platenmaatschappij te spreken gekregen. Ja, de manager zit in IJsland, die belde me op. Nou, dat, en toen zat ik een dag later op de boot. Echt waar, donderdag, op vrijdagochtend zat ik op de boot om zaterdag te repeteren, zondag te repeteren en dan maandag tot en met het volgende weekend met Ronnie Scott te spelen. Ik denk nu nog steeds dat als ik niet gebeld had, dat ik niet met Mezzo Forte in Ronnie Scott had gespeeld, dat ik niet in januari in de Marquee zou hebben gespeeld, dat ik niet 22 in Tokio ben geworden op tournee en het Montreux Jazz Festival en dit en dat en door heel Europa toeren. Dus wij hadden het er eerder bij de koffie ook al even over, ja, hoe het leven en ons leven ook van toevalligheid aan elkaar hangt. En waar je soms zelf een zetje kunt geven om je kans te vergroten. Want ik had eigenlijk het bluffverhaal toen ik ze eenmaal sprak van ja, ik wil, dat maakt mij niet uit, maar ik wil wel een beetje weten hoe het met mijn agenda van volgend jaar. Of je, er stond helemaal niks in die agenda. Het was niet hard bluffen, maar het was wel een zetje geven. En kijk, dat zij op donderdagavond hadden gedacht, ja, moeten die jongen nog bellen? En ik, nou, dat had gewoon niet gebeurd. Dus dat is één al, vroeg in mijn leven, hè, ben ik 21. Vroeg in mijn leven al een anekdote die duidelijk maakt dat je vooral ook zelf op knoppen moet blijven drukken. En dat is 40 jaar later nog steeds precies hetzelfde. Ja. Ja. Maar dat is iets anders dat je dat doet omdat je dan precies weet wat het effect gaat zijn. Maar als je het niet doet, het is een beetje Cruyffiaans. Als je wil scoren, moet je schieten. En zolang jij de bal hebt, kan een ander niet scoren. Nou ja, allemaal zulke dingen. Toeval is logisch. Enzovoorts. Voordelen en nadelen. Maar daar is in ieder geval duidelijk geworden in die periode al, überhaupt naar Amsterdam te gaan, dat er iets van een ondernemende geest in zit die liever bezig is met het leven veroorzaken dan wachten tot het leven jou veroorzaakt. Maar is die actie, namelijk het bellen van dat nummer op die LP-hoes, is dat uiteindelijk achteraf een life changer geweest? Zeker. Omdat het ineens in een vliegtuig naar optredens gaan was. Dat het over echt geld praten. Weet je, hoeveel maatsalaris. Ik heb toen beredeneerd. Die manager die zei van ja, wat moeten we jou gaan betalen? Ik wist wat mijn vriendjes verdienden destijds van dezelfde leeftijd die in de bouw werkte en als elektricien. En toen dacht ik van nou, als ik 500 gulden in de maand meer heb, dan doe ik het heel goed. Ik heb mezelf veel te goedkoop verkocht. Maar dat maakt allemaal geen bal uit. Door schade en schande heb je uiteindelijk toch gewoon aangeleerd, heb je. Nou kijk, het allerbelangrijkste, er zijn een paar in die periode, dus dan hebben we het over 3, 84, 5, 6, 87, tot dan heeft dat geduurd, dat ik maandenlang met die gast op tournee was. Een paar dingen, je krijgt nooit alle drank op die er in de wereld is. Er is altijd meer drank die je op kunt. Een podium is ook maar gewoon een plek op de wereld waar je op staat. Het werd vanaf dat moment doodnormaal om op een podium te zijn. En wel tof, maar niet heel bijzonder. Hè? Dus, want we speelden 21 avonden achter elkaar in Duitsland. En we zaten 21 nachten zaten we in het Holiday Inn Hotel of weet ik het. En je komt in zo'n soort routine terecht. Dat je weer het podium op gaat. En dat je je daar gewoon heel natuurlijk prettig voelt. Dat is fijn.
hoe fantastisch het is om met een band echt heel veel gigs gespeeld te hebben. Dat weet jij ook. Ja. Dus dat je echt nummertje 60 doet en alleen maar het podium oploopt. Roadies hebben, spullen voor niks krijgen. Dat is toen allemaal begonnen. Dat je alleen maar het podium oploopt met... In wat voor zone gaan we met elkaar zijn vanavond? In plaats van op de setlijst kijken. Ik had toen al veel elektronica op het podium ook. Samplers en al. Dat was eigenlijk motorfader, Yamaha, mengtafeltjes met drumcomputertjes en weet ik veel allemaal. We hadden echte Simmons drums. De drummer Gully die had een paar pads en ik had ook een paar van die pads. Dat je helemaal niet meer, dat je alleen op het knopje drukt en weet dat het allemaal oké is. Terwijl de eerste, op de repetities is het altijd anders dan op de, je try-out. En dan de eerste paar gigs gebeurden een paar domme dingen, weet je wel. En op een gegeven moment ben je gewoon helemaal... Nou, die rijkdom van echt met een band paradiso-achtige zalen spelen. Dus geen voetbalstadion, zo bedoel ik dat. Maar ook geen obscure clubjes. Dat je daar zo'n collectief rijk gevoel ten opzichte van de muziek kunt krijgen als je veel met elkaar speelt. Nou ja, dat zijn van die dingen die me wel versneld een routinier hebben gemaakt, denk ik. Ja, uiteindelijk ga je met heel veel mensen werken. Ja. Ook op nationaal niveau. Zeker. Maar in hoeverre verandert je het als mens, maar ook als muzikant? Wat verandert je? Nou, in hoeverre verandert het je? Zo, door dat allemaal mee te maken? Ja. Oh, zo. Nou ja, dat het... elke keer weer een feestje is, maar dat er minder druk op zit. Ik kan me een dinertje herinneren dat Alex Acuña in Amsterdam was. Om met Leonardo Amoedo en met Lucas van Merwijk. Die hadden een soort trio, super ingewikkelde, heftige fusion. En ik vroeg aan hem van, hoe heb je je voorbereid? Want je gaat nogal wat beleven. Ik zei, ja, I listened to the cassette once in the airplane. Maar het is vrij complex hoor, wat je gaat doen. Terwijl ik wist echt wel wat hij al gedaan had. Mm-hmm. Maar dit was allemaal eigen gecomponeerde muziek, hè. Zei hij, you know, it's music. Music is never a problem. Dat is ook zo'n kwartjevalmoment. Als we nou eerst eens eerbiedigen dat het fenomeen muziek maken, het is bijna religieus, maar dat in zich al goed nieuws is, dan kan er al stress af. Of dan kan er je controlefreakerij van dat alles moet kloppen, dat kan er wat meer van af. Nou ja, en verder denk ik dat ik geleerd heb dat we allemaal maar gewoon mensen zijn. Dat het helemaal niet zo slecht is om onder de radar te functioneren. Dus wij functioneren, jij ook, nogal eens voor mensen. Als ze drie keer achter elkaar geniest hebben, dan is het een shownieuws. Weet je wel, of als ze een relatie met die hebben, of als er eentje trouwt, of wel of geen kinderen kan krijgen. Of als er echt geld verdiend gaat worden. Dat mensen ineens met hele rare auto's aankomen. En dat je ze ineens op de Amsterdamse gracht in zo'n Italiaanse speedboot voorbij ziet gaan met champagne en zo. Dat lijkt heel wat, maar dat het toch ook wel fijn is dat wij gewoon super gemotiveerd met muziek maken bezig kunnen blijven. Dat is waar het allemaal om begon. Ja. En daar dichtbij blijven. En omdat wij als muzikant hebben een vrij onschuldig paspoort. Hè, we komen nogal eens op plekken waar je niet komt als je verzekeringen verkoopt of in het vastgoed zit. Want mensen praten graag met ons, want we zijn goede muzikanten. Er hangt een soort romantiek omheen. Nou, daardoor krijg je wat makkelijker ook een inkijkje in die werelden van mensen waar dan zogenaamd allemaal meer aan de hand is. Dus denk ik, nou, er hoort ook vaak een hoop gedoe bij. En ook gewoon onzekerheid, en, ja. Weet je wel. Dus ja, dat zijn dingen die... En zeker de laatste paar jaar, dan bedoel ik niet de laatste paar coronajaren, maar de laatste 8, 9, 10, 11 jaar zijn er in mijn leven wel wat dingen ook gebeurd. Dat ik denk, wat ik dan maar noem music first. Ik ben muzikant geworden omdat ik muziek wilde maken. En ik ben geen muzikant geworden om per se met die te willen spelen of mijn eigen band te willen hebben of weet je, de meest gevraagde studiomuzikant te zijn of de dit of de dat. Nee, ik ben muzikant geworden omdat ik muziek wilde maken. Nou, en daar moet het nu ook in deze jaren maar zo dicht mogelijk bij blijven. En dat ja, bevalt me eigenlijk heel goed. Je komt steeds dichter bij een soort oergevoel? Er komt steeds minder van links en rechts ingevlogen wat mij uit het lood haalt. Oké. Okay. Dus nu ook word ik af en toe nog wel voor grootse en meeslepende dingen gebeld. Ik zeg in commerciële entertainment zin, bijvoorbeeld Holland Sint Hazes. Dat is een grote productie, is 5 keer de Ziggo Dome. Ja. Die heb ik gedaan. Jimmy van de Nieuwenhuizen zit daar niet onverdienstelijk te spelen. Of Martijn, weet je, van den Berg. Dat is allemaal even een drumland gezien. Ja. Dan ben ik, apprecieer ik die klus. Maar ik weet ook dat in zo'n productie het er voor die productie zelf geen zak toe doet. Of ik daar nou zit of iemand anders. Nou,
omwille van dat het leuk is om wat centen te kunnen verdienen. Ook dat dan wel uit corona komen. Want we hebben het allemaal gewoon heel slecht gehad natuurlijk. Dan maak ik me geen enkele illusie dat ik door daar mijn uiterste best weer te doen, een diepte-investering doen naar die mensen die mij inhuren. Dat is toch een beetje van de ende-achtige grote producties. En dat het Paul de Leeuw of Gerard Joling of Jeroen van der Boom, dit soort mensen, dat maakt ze allemaal niet zoveel uit. Nou, ik denk dat ik hier nu met jou zit te praten, omdat het ons iets uitmaakt of wij met elkaar bezig zijn, ja of nee. Mm-hmm. Nou, en ik wil liever meer in zo'n wereld bezig zijn, waar het wel iets uitmaakt wie jij bent, wie ik ben, wie onze cameracrew hier is, weet je wel. Dan dat het allemaal geen zak uitmaakt als er maar een of andere gast zit te hakken. Ja. Weet je wel. Daar kijk je nu. Dat is mooi dat je dat zo ziet. Ja. Ik kan dat alleen maar onderschrijven. Maar ja. Is dat echt veranderd ten opzichte van Jeroen de Rijk die 25 was? Nou, zeker Jeroen de Rijk die 20 was. En die voor het eerst in Amsterdam met beentjes, funkbeentjes, weet ik veel, op allerlei plekken. Voorprogramma Paradiso van dingen, mensen. Daar zat nog meer de romantiek in van, ik speel nu op hetzelfde podium waar David Bowie ook heeft gestaan. Of waar Sting of waar de Police ook heeft gespeeld. Of ik speel nu op het North Sea Jazz Festival voor het eerst. Ja, heb jij gespaard om naar het North Sea Jazz Festival te kunnen gaan? Ik wel. El Giro, The Roof Garden. Die drummer moest faken omdat ze Steve Gadd niet bij hadden. Maar dat ik daar Miles, Weather Report ook, weet ik van Scofield. En dat je dan zelf op dat fest, dat je dat festivalterrein alleen al oploopt. En nu denk ik ook wel van, ik hoop wel dat ik mijn auto een beetje fatsoenlijk kan parkeren. En ik heb nu nog veel meer dan toen van, met wie ga ik dit eigenlijk beleven? Als dat met toffe mensen is, dan zit ik net zo lief in Leeuwarden in een stoere kroeg leuk te spelen. Dan onder omstandigheden waarvan ik denk, het maakt eigenlijk helemaal geen flikker uit wie is hier. Het gaat om dat een of ander concept moet werken. Daar is wel een verschil. En er is overigens ook in mijn denken een enorm verschil ontstaan, omdat ik 25 jaar geleden mijn eigen muziekproductiebedrijfje ben begonnen. En dus ik heb laatst nog eens wat boekhouding opgeruimd. Sowieso hebben 300 muzikanten mij ook rekeningen gestuurd. Omdat we big bands in elkaar hebben. Ik heb 60 cd's zelf geproduceerd. Dat hele traject ingeweest. Beslissingen nemen over met wie je wel of niet een theatertour wil gaan doen. En wat dan de overwegingen zijn om die of die mensen wel of niet, of niet meer te vragen. En dan word jij ook weer raar aangekeken. Of je wordt soort van gepaaid. Of er wordt soms ook gefrustreerd gereageerd. Dus ik weet ook, ik zeg altijd loodgieter en aannemer. Dat is mijn metafoor. Hè? Ja. Dus je huurt mij in voor mijn handen en voor mijn kunde in dit opzicht. Nou, dan ben ik de loodgieter. Of je huurt me in als aannemer. En dan krijg je mijn denkwerk en mijn netwerk erbij. Ja. En dan gaan we projectmatig denken. Festivals mee helpen programmeren en zulke dingen. En dat is nu ook gelukkig allemaal weer een beetje op gang gekomen. Dat loopt niet, het is niet, het boomt niet, maar dit is allemaal nog uit corona komend. Dus de loodgieter is weer heel goed op gang. Maar de aannemer nog niet echt, terwijl er gelukkig ook wel weer wat dingen gebeuren. Ja, maar dus ik ben wezenlijk ook met twee petten op bezig al 25 jaar lang. Dus ik onderhandelde op een gegeven moment met dezelfde gast van de Entertainment Group over mijn gage bij Treintje Oosterhuis, 2 concerten in de Heineken Musical, als over wat ik Treintje moest betalen om 7 liedjes bij ons in een project te komen zingen. Hè? Nou, is Treintje iemand waar mensen op afkomen, dus dat gaat om meer geld. Mm-hmm. Maar die vent heeft niet vaak gesprekken met eerst een loodgieter en daarna een aannemer, zeg maar. Ja. En in mijn wereld is dat heel makkelijk te vermengen. En is dat, daar zit voor mij heel veel logica in. Maar er zit voor best wel veel mensen geen logica. Wat doe je nou eigenlijk? Nou, zorgen dat er toffe muziek is. Ja. En of mijn handen daar nou wel of niet een bijdrage aan leveren. En mijn auto vol met spullen. Nou, dat is natuurlijk voor de trommelaap is dat altijd lekker. En ik heb ook niet heel veel andere percussionisten gebeld, als ik heel eerlijk ben. Ik heb wel met andere percussionisten dingen gedaan en dan bel ik ze wel. Maar ik ben zelf dus ook regelmatig in de overweging van, waarom zou ik die of die eigenlijk bellen? Nou, dan ga je nadenken. En ik zeg altijd tegen buitenstaanders, voor mij is een goede gitarist, is er eentje die op de repetitie helpt met afwassen. Want ik ken helemaal geen slechte gitaristen. Iedereen kan goed spelen, dat is het probleem niet. Maar wat breng je in persoonlijke zin mee? Dus voor mij zijn die jaren er meer om gegaan dat het persoonlijk is wat we met elkaar beleven. Ja. En daar zit voor mij dan heel veel genoegdoening in en plezier in. En dat heeft ook in recente jaren tot de meest fantastische dingen geleid. Ja. Dus ja, en verder, ja, het is gewoon geweldig dat een jongetje van 14, 15, 16 die John Engels ziet drummen, die Nappy Noya ziet spelen met Masada, die allerlei dingen ziet en beleeft. Ja, er gebeurt een klein dingetje hier. Dat die zelf op een gegeven moment onderdeel kan uitmaken van diezelfde machinerie en met datzelfde enthousiasme. Ja.
Dat is, het is ook, ik ken, jij ook, we kennen best wel veel muzikanten die best wel gefrustreerd zijn geraakt van al dat gedoe. En dat op jezelf betrekken waarom je het ene moment wel door die artiest gevraagd wordt en dan weer niet. En dan zit er ineens iemand anders, terwijl je niet eens wist dat er sprake van was dat jij er niet meer zou zitten. Of dat je met een sms'je ontslagen wordt, we kennen die verhalen allemaal. Zeker. Weet je, dat je kweekt wel eelt op je ziel op de een of andere manier. Ja. En dan is het geweldig om met een aantal mensen al tientallen jaren gewoon een fantastische band te hebben. Als daar gebeld wordt, of ik kan mensen bellen, wat ik je eerder vertelde. Je hebt een bepaald project en het eerste antwoord is ja, let's do it. Dan moet er nog over al die secundaire en al die andere dingen gesproken. Dat wil dus zeggen dat er dan al een vertrouwensbasis is. Ja, sta je al met 5-0 voor. Dan sta je in die zin met 5-0, dan zit een hele goede geest in de fles, zeg maar. En dat is de wereld waarin ik me graag, wij spreken, nog wel verder in wil ontwikkelen. Ja, zeker. Ik wil eens even praten over jouw setup. Ja, man. Is dit waar je live altijd mee speelt? Nee, dit is... Wat heb je allemaal bij je? Dit is in de buurt van wat een normale setup is in een pop, funky, soul, jazzy-achtige omgeving. Ik ga vanavond spelen met alleen deze cajon. En die twee conga's. Okay. En een bekkertje en een shaker. Ik ga trio jazz spelen. Combineer je dat? Wat? Nou, bijvoorbeeld, je hebt ook een soort bassklopper. Ja. Ja. Dit soort dingen. Ja. Maar ook, en dan weet ik niet of ik ze nou in één keer, ga maar anders even jouw brushes. Ja. Ik heb ze misschien wel ergens hebben. Maar gewoon... nog een tamboerijntje erbij op mijn voetje en doe ik nog een beetje dit en dat. Dus dan krijg je dat hybride gebeuren. Dus dat combineer ik wel. Maar er wordt ook daar wordt ook op gespeeld. Nou ja, als het een groter podium zou zijn, zou ik dit omhoog werken. Dus dan gaat het op statieven, maar dat komt op hetzelfde neer. Je zult mij wel, je zult me zelden zo zien. Dus dat, ik gebruik mijn hele leven al backings. Ik probeer mijn backingkeuzes ook af te stemmen op wat de drummer niet heeft. Los van dat Holland zingt Hazes, moet je ergens, terwijl iemand zit te hakken, moet je een groot swell ding naar. Ja. Dus dan hang ik een groot swell ding op. Nou ja, verder heb ik niet de hele winkel een klein spul bij. Maar wel een set timbales. Ja, die gaat niet altijd mee. Maar ik speel momenteel bijvoorbeeld met Chris Latul in een band. De originele Massara-gitarist. En dan doen we ook Santana-muziek. Ja, dan is dit wel zo ongeveer de setup. Ja. En dan overigens niet die cajon. Ja, dat maakt allemaal lawaai, hè? Je weet het. Dus ja, dit weet je. Wat ik altijd interessant en belangrijk en leuk vind, is het verschil tussen of. Het zijn in wezen allemaal shakers. Ja. Maar het is wel een wereld van verschil. Absoluut. En dit is bijvoorbeeld Wonderful Life van Mathilde Santing. It's a wonderful, wonderful. En dan ben je dus... waar is hij? Weet ik wat je allemaal studeert? En dan is dit het 4,5 minuten lang in de studio. Ja. Ja, het geldt voor drummers ook natuurlijk. Hoogcompetent, heel veel in de kast hebben. En op de goede momenten de simpele dingen goed doen. En dat geldt zeer zeker voor drummers ook. Ja. Dus, maar ik ben ook echt heel gek op die kleine... Soundjes maken. Ja, soundjes maken. Sferen. Kan niet onvermeld blijven. Mijn eigen gemaakte dopjes... Dat noem ik de Plastic Bottle Cap Rhythm Awareness Team. Als jij hier nou voor je kinderen of voor jezelf maar gewoon of op school, weet ik, leuke dingen van maakt. Dan wordt er voor die flessen ook gezorgd. Dat komt dan allemaal niet in de zee terecht. Nee. De prediker zit er ook nog in. Dus dit is een gemiddelde setup. Ja. Voor een pop-achtige situatie, zeg maar. Maar ik heb nu bijvoorbeeld, ik heb heel vaak ook mijn Roland SPDS SX-pad bij. Voor loops en voor samples en weet ik het allemaal weer. Maar nu niet. Het is werkelijk, eigenlijk elke keer is het custom naar de situatie die er is. Die bediend moet worden. Op een zeker moment kom je in contact met Gino Vannelli. Ja.
Daar hebben we het net in het voorgesprek ook al even over gehad. Daar heb je nodige avonturen mee beleefd met Gino. Ja. Op privégebied, maar ook tijdens het spelen en projecten, et cetera, et cetera. Ja. Wat maakt het zo bijzonder om met die man te werken? Of überhaupt te kennen? Ja, nou kijk, in algemene zin is het me niet structureel gebeurd. Ik heb nooit met Herbie Hancock gespeeld, nooit met Xavier Niel en met heel veel mensen niet. Met Maurice White, dus George Benson, weet ik, first degree heroes, zullen we maar zeggen, maar met een paar wel. En het is onvoorstelbaar om met de originele artiest, of de originele band, Yellow Jackets, hun muziek te spelen. Met zijn forte is in die zin dan nog ingereden, want dat had ik als jonge jongen al meegemaakt. En dan ga je na 28 jaar weer met elkaar spelen en dan stap je gewoon weer in dat bootje en dan is dat meteen alweer een vertrouwd gevoel. Maar de dag dat ik gevraagd word door het jazzorkest van het Concertgebouw om met George Duke te spelen, en je hebt echt als jongetje van 15, 16, 17 die platen volledig grijs gedraaid, en die gast die loopt de repetitie binnen en je hoort alleen die stem al, dan is er nog geen noot gespeeld. Dan stijg je in je hoofd al helemaal op. Dan ben je gewoon in een grotere zon. Nou, Gino is ook van die categorie. Ik kan me nog herinneren dat ik Powerful People voor het eerst in mijn handen had, die plaat. Dan ben je volgens mij 15 jaar oud of zoiets dergelijks. Nou, dat klonk echt werk als een dolle. En dan is de situatie jaren later dat ik dus vriendjes ben met Jimmy Haslip, die op Brother to Brother speelt. Hè. Dus die al vanaf het eind jaren 70 met Joe Vanelli en zo in de weer was. Ik was vanuit mijn aannemer zijn was ik verantwoordelijk met mijn bedrijfje voor een jazzfestival in Roosendaal. Die bestonden 25 jaar. Die wilden het varkenstuk slaan, zoals ze dat noemen. Hè, dus al het geld wat ze in kas hadden mocht op. Maar dat moest even on-Hollands groot worden, vonden zij dan. Dus niet weer met de gevestigde Hollandse jazzy artiesten. Want dat hadden we allemaal al gehad, soort van. En toen ben ik met Jimmy een lijstje gaan opstellen van wat zou reëel kunnen zijn aan artiesten. Philip Bailey, George Benson, David Sanborn, Don't Worry Be Happy, Bobby McFerrin. Bobby McFerrin, ja. Waar hij allemaal mensen waar hij ook mee gewerkt heeft. En toen zei hij, uit dit lijstje is Gino degene die we thuis kunnen bellen. Daar zit geen management of platenmaatschappij tussen. Dat gaat al meteen schelen. Nou, hij, Gino Polsen. En dat was de bedoeling dat ik een bandje in elkaar zou steken en Jimmy als musical director soort van met Gino naar Nederland zou komen, want we gingen dan met muzikanten spelen waar Jimmy al lang mee gespeeld had. En dat Gino maar moest geloven dat dan er niet van die grote jongens uit Los Angeles hoefde te komen. Want als Peter Thiehuis en Eikenaar Jimmy ging dan zelf bas spelen, maar bepaalde pianisten. Nou, toen had Gino gezegd van ik wil het eigenlijk met het Metropoolorkest doen. Nou, dat kan niet, want je kunt niet een week lang 60 man inhuren, dat gaat over tonnen. Maar ik heb het voor elkaar gekregen dat destijds de NPS, of de radio, wat we nu NPO noemen, die mogen dat orkest voor bepaalde projecten inzetten als ze het maar binnen de EBU, Europese Broadcasting Union, als ze maar mogen uitzenden. Dan komt het uit gesubsidieerde potjes. Dus zo kon ik Gino inderdaad het Metropoolorkest erbij bieden. Dat moet dan nog wel allemaal even gearrangeerd worden voor 60 man en weet ik het. En Gino eiste dat hij zijn eigen pianist meenam. En Jimmy was al duidelijk dat hij in het complot zou zitten. Nou, en zo ben ik op een x-moment uiteindelijk een jaar lang bezig geweest met 2x3 kwartier muziek. 700 e-mails. Ik weet nog dat wij waren zelf op vakantie in Portugal. Toen ik Gino voor het eerst aan de telefoon had, had ik al een fles wijn erin zitten. Ik brak mijn nek over een slapende ezel, weet ik veel. En we hadden het over of er nog een harp in het orkest bij kon. Of zo zulke dingen. Ja. En daar is uit voortgevloeid dat Gino mij een oké dude is gaan vinden. Als in dat ik inzetbaar ben om lokaal dingen te regelen. Omdat ik mensen ken van merken, maar ook soms van de omroep. En natuurlijk muzikanten en zo. En zodoende heb ik later nog een band voor Barend van Dorp in elkaar gezet. Voor hem en voor Tros Radio. Dit en dat. Ja. En toen heeft hij me nog eens gevraagd om op een track van hem te spelen. En dan krijg je ineens inderdaad dat rare moment dat je bij jou thuis gewoon koffie zit te drinken. Met diezelfde Gino Vanelli waar je als jongetje van 15... Je kon niet eens bedenken dat dat bereikbaar was. En dan wordt het dus on-Hollands. En dan kun je kennelijk ook als Hollands muzikant kun je gewoon ingehaakt zijn met die hele grote, moderne, mondiale realiteit. En dat is niet de orde, maar dat gebeurt nog steeds af en toe in mijn leven. En dan stap ik weer lekker op de fiets in Amsterdam. En dan ga ik weer lekker een koffietje drinken op het terras van het café waar ik al 40 jaar kom. Maar het is duidelijk dat jouw multidisciplinair insteek
Dus het dat hybride concept van de speler, de artiest, de muzikant. De regelneef. En de gouden regelneef. Ja. Dat je dat wel serieus een interessante carrière heeft opgeleverd. Nou, weet je, ik heb me op een gegeven moment gerealiseerd. Ik ben niet de enige. Jij denk ik ook. Wij hebben een druk hoofd. Ja. En een druk hoofd is gebaat bij veel impulsen. Ja. Nederland is een heel klein landje. Een bijzonder klein deel van mijn 800 stuks vinyl en zeker 1200 stuks cd, zeg maar. En wat er nu allemaal op, een heel klein deel daarvan komt uit Nederland. Ik kocht alle platen van de Golden Earring toen ik 16 was. Ik heb ook echt wel van Nederlandse Massade, maar ook van Jan Akkerman. Weet je, die beroemde platen van Jan Akkerman. Ik ga niet zeggen dat er in Nederland allemaal niks aan de hand is. Maar voor mij is het altijd eigenaardig geweest dat je beperkt tot Nederland. Op de een of andere manier is het wel gelukt om een vertaalslag af en toe te maken naar daadwerkelijk die LP-collectie. Hè? Maar verder heb ik ook altijd zoiets gehad van ja, je kunt als je nou ook structureel op dat. Louis Conte is een mooi voorbeeld. En dat is een van die mannen die op een gegeven moment op alle Grammy-platen heeft gespeeld. En die met Madonna toert en met dit. En ik heb nog wat helden zoals Mino Cinello, waar ik nog eens mee heb opgetrokken. Toen ik bij Mino Cinello in New York was, heb ik 3 lessen van gehad. Kon hij kiezen of hij met Sting, Bowie, Miles of Weather Report op wereldtournee ging. Nou, dat komt hier echt niet voor. Nee. Dat is er gewoon niet. Dus dan heeft het ook helemaal geen zin om er gefrustreerd over te zijn, want dat is er niet. He? Dus ik heb me wel gerealiseerd, als je walvissen wil schieten, moet je daarheen waar ze zitten. Maar ik heb ook heel veel rond kunnen kijken in de realiteit van die mensen die daar dag en nacht in die red race zitten. Nou, dan zitten we hier zo slecht nog niet. En toen moest dus die vertaalslag nog komen, nadat ik uiteindelijk vriendjes zou worden met mensen, of dat Gino een keer koffie zou drinken, of dat je nog eens met George Duke speelt, of dat ik uiteindelijk op een track van Michael Jackson speel, of dat soort dingen zijn gaan gebeuren. Ja. Dat moest toen allemaal nog. En dat is wel geholpen, ook door dat we makkelijker de wereld overvliegen en het internet en dat het communiceren en ook de WeTransfers, dat het allemaal makkelijker is geworden. Vorige zomer een project, Nederland, Los Angeles, heb ik ineens Peter Erskine in mijn koptelefoon. Ja, dan speel je ineens op een cd dus waar Peter Erskine ook op speelt en Jimmy dan overigens ook, dus dat is een netwerk. Maar dat is dus die gast die ik als jongetje in de Jaap Edebaan met Weather Report zou spelen. En ik heb hem overigens wel eens de hand geschud, omdat hij ooit even de drummer van Yellow Jackets was. Maar dat heeft niet lang geduurd. Maar ik heb geen connectie met die man verder. Maar op dat moment is er wel een connectie. En dan krijg ik terug van dat hij de percussie tof vond. Nou, ja. Dan mag ik 60 zijn of niet. Maar dan ga ik gewoon weer een meter de lucht in. Klopt. Ja, zo heb ik als drummer ooit de percussie ingespeeld op 3 tracks. Waar Vinnie Colaiuta de drums heeft ingespeeld. Maar dat is toch dat inhaken. Dat is fantastisch, man. Ja, man. Dat is toch een geweldig gevoel. He, en dat kan allemaal gebeuren terwijl je maar gewoon je domme zelf bent en blijft. Ja. Daar hoef je verder niet zoveel poespas voor uit te halen. Dus ja, dit zijn van die verhalen en daar zit ik natuurlijk bomvol mee. Ja, we kunnen eindeloos doorklitsen. Eindeloos. Ja, we hebben natuurlijk ook van tevoren ook al zoveel gesproken. Ik ben een gigantische oude hoer ook, dus wat dat gaat. Ja, maar het is mooi om te zien hoe jij hoe je dit eigenlijk gewoon zelf gecreëerd hebt. En je wordt natuurlijk geholpen door de omstandigheden, maar je krijgt de voorzet, maar je zal hem toch zelf in moeten koppen. Nou ja, weet je, het heeft ook te maken met heel veel serieus nemen. Ja. Jij vraagt mij een paar weken geleden, wij kennen elkaar al 100 jaar, maar hebben nooit structureel met elkaar te maken gehad. Ik weet van jouw initiatief. Ik kan ook denken van daar in Friesland, wat moet er allemaal, en wat heb ik eraan? En je komt maar naar Amsterdam als je me zo... jij steekt je hand letterlijk uit. Vind je het leuk om? Waarom zou ik dat niet serieus nemen? En dat heb ik ook wel geleerd van mensen. Ik moet nu aan Steve Kroon denken, die was de percussionist van Luther Vandross. We zijn nogal fan van Luther Vandross thuis. De soul dude, der soul dudes. Mm. Ik ben 3 maanden in New York. Ik heb alle percussionisten gebeld die er waren. Ik kreeg ook de goede telefoonnummers. Een aantal reageerden niet. Een aantal zeiden van ja, ik heb geen tijd. Steve Kroon, die wilde ik graag spreken. Die laat mij... Dat was in de tijd van de beepers. Dat je zo'n SEMA digit had. Hè? Dus dan moest ik met kwartjes in de telefoon helemaal terugbellen. Helemaal spannend en zo. Later ben ik dus maatjes geworden met die man. En ik zei, tot op heden, en ik zei van, goh, ik vind het zo bijzonder dat jij liet me naar een repetitie in Haarlem komen, dit en dat. Je nam het meteen serieus. Toen zei hij, wie ben ik om jou niet serieus te nemen? Nou, dat zijn nou voor mij inspirerende opmerkingen. Ja. En ook opmerkingen dus van mensen die in een grotere en nog hardere realiteit leven dan wij.
Dus het kan allemaal heus wel. Prachtig. Tijd vliegt, Jeroen. Tijd vliegt, ja. We zijn aangekomen bij het einde. We zijn alweer een half uurtje bezig, hè? Ja, zeker. Met babbelen. Het lijkt me leuk om natuurlijk tot slot ook nog even iets te spelen met elkaar. Ja, man. En, het wil Helmers? Nee, hè? Nee, dat op Congas, dat zou een uitdaging zijn, hè? Zoiets toch? Jeroen, ik wil je alvast namens iedereen van ons team... Dopjes in, dames en heren. Als ja, het lawaai begint, zie ik ook dat de jonge generatie zich daar veel bewuster is dan wij. Heel goed. Ik maak sowieso, ik doe veel sessiewerk ook voor jonge guys, hè, die 3, 4, 5, 6, 27 zijn. Wat een geweldig pak mensen komt eraan, joh. Ja, hè? Echt. Ja. Echt, ondanks internet, oppervlakkigheid, het is allemaal wel. Goede smaak, goed produceren. Een hart erin, humor hebben. Ja. Centjes duidelijk afspreken. Ik heb zoveel plezier met jonge guys. Fijn, man. Ik ben erg blij mee. Maar ik moet wel dop in mijn oren als we gaan knallen. Jeroen, ontzettend bedankt. Fijn dat je er was. Goed, man. En we gaan elkaar zeker vaker zien. Dankjewel, jij ook. En lieve mensen hier in de studio. Goed appelgebak. Nee, het was geen appelgebak. Het was gebak van iemand uit het dorp hier, toch? Of niet? Dat klopt. Van Bakker van den Berg. Bakker van den Berg. Ja. Geen familie van Marijn. Nee, dat dan weer niet. Thank you.